ik ben Laura Haarman. Ik ben 21 jaar en ik woon in Limburg in Nederland. En ik ben afgelopen paar dagen terug ben ik als Miss Polo Europe Internationaal uitgeroepen. Miss Polo Internationaal staat niet alleen om beauty, maar ook om de sport. Wat doet een Miss voornamelijk? Vrijwillig meedoen in bepaalde projecten van educatie. Ook voornamelijk van niet alleen beauty in de Miss, maar ook de elegantie, het karakter. En vooral de inspiratiebron zijn voor andere mensen om hun droom waar te kunnen laten maken. Afgelopen maanden heb ik me vooral voorbereid, vooral door trainingen, catwalk trainingen van mijn national director Rochelle Minkhorst. En ook catwalk training en geografie voor mijn talentenronde dans met Marvin. We hebben een Dubai trip gedaan, dus meer de cultuur leren kennen, het land leren kennen. Verder zijn we een van de volgende hoofdsponsoren mogen bezoeken, namelijk het Alphenpoort Polo Resort. Daar hebben we de stal mogen bezoeken met echte polopaarden die ook echt daadwerkelijk voor polo gebruikt worden. En daar hebben we foto's mee mogen maken, we hebben leren kennis te maken met de dieren. En dat hebben we eigenlijk met de hele meidengroep gedaan, dus dat was ook heel erg leuk. We hebben een pre-judging gehad, waarbij we talentenronde en interview en educatieve project mochten showen. Toen ik eigenlijk daar aankwam en ik ging daar als eerst alleen bij het ontbijt zitten, want ik was ook een van de eerste die onder was met de hoofdcoördinator, kwamen alle meiden naar me toe en oh, jij bent Miss Netherlands, wat leuk. En toen begon de avond, dus we hebben als eerst het national kostuum mogen lopen. Daarna hebben we de openingdans mogen doen, waar we ook geoefend hebben. En daarna de galaronde. En ja, dan was eigenlijk al de avond voorbij en toen kwam de judging. De designer van mijn national kostuum was Monica Piaget. Ik had een kleine hoofdstuk en ik had een top, zeg maar. Een top met een hele lange sleep met de kleuren oranje en daarop rood, wit en blauw. En toen werd Miss Polo International Europe opgeroepen en daar werd mijn land, zeg maar, aangekondigd. Ja, op dat moment wist je niet wat er doorheen ging. Enthousiasme, trots. In ieder geval toen dat gebeurd was, werd de top 10 aangekondigd. En daar werd mijn naam, dus zeg maar Miss Netherlands, werd dan alweer geroepen. Dit is zeker aan te bevelen voor iedereen die een droom heeft, maar ook gewoon andere mensen wilt leren kennen in andere culturen. Het is fantastisch.